Gimes met zijn notabelen werden toen als gijzelaars naar Rijssel meegenomen. Over één week na zijn militair succes werd onder dat enige echte regent in het hinderhaar gelokt en door een buitenkoper van Gerasbergen vermoord. Walter van Edingen ligt in de Sint-Niklaaskerk van Edingen begraven. Na de bestorming van Walter van Edingen brak voor Gerasbergen een periode van honger en ellende aan. De uitgeputte bevolking stelde zijn hoop in het stadsbestuur.